Pardon play namadas zorhan hope se sariman jivan saktu so ke saut yesu chana de te he somwa december ke chauda tarik pachas 50 sal ke umar me sariman jivan saktu sarimati shakita saktu wazir ke bhai ne Viresh, Ritesh aur Shana ke bhai, Shivangi ke dada, Nederland Rotterdam ke rehne wale, Sriman Bijay Saktu ki mrityu hui hai. Arthi kal sanichar December ke 19 tarik, Nederland mein dah kriya ki jayegi. Parivar har ek ko ye khabar di jati hai. Asivi salgra ke sikra kya jata hai, asivi salgra to khush nasibo ke zindagi me aate hai. Pachas ke tivah namar 102 kamavayna me sharak ke rehne wali, khush nasib devi vidwa sukhraji bhaggan asarfi. Asivi salgra, itihasik salgra aaj suk december ke 18 tarik hai. Khushi ke din tarik par ostwas verbinding namar 50 se, vidwa sita mathura bhaggan apni pyari ma. Anushka, Naveen aur Vikash apni pyari nani, Deepak apni pyari nanya saas, Rani, Krishan, Sohani aur Shamaira apni pyari par nani ko bahut se pyar, khushiya badhaiya aaj dete hai. Mol nahi tere pyar ki, tujhse to hai sansaar, rakhe ho aapko hamesha khush, har pal hai yahi prarthna. Asivi salgra ke mauke par bahut se pyar aur khushiya badhaiya pesh hote hai khush naseeb devi vidwa sukhraji bhaggan asarfi ke naam 50 ke tivah number 102 kamavayna me sharak ke rehne wali vidwa sukhraji bhaggan asarfi Asivi salgra suk december ke 18 tarik aaj hai khushiya din tarik lekar aaj aaye hai Asivi salgra khush naseebo ke zindagi me aate hai khushi ke din par sita Andrei, Bhayo, Rajesh, Rudi, Lita aur Mila Bhaggan apni pyari ma, Damat aur Pato apni pyari saas, sabhi ladke apni pyari aaji aur nani, apni ajiya saas aur naniya saas, pyari par aaji, pyari par nani ko bahut se pyar, khushiya badhaiya aaj dete hai. Lai har waqt aapke liye khushiyon ke barsaat, lai har waqt aapke liye khushiyon ke barsaat. Rahe hamesha aapke sar pe bhagwan ke aashirwaad. Badhaiya khushiya pesh hote hai dulhe raja sayan nilesh palti ke naam par. Pandit Palten Tewari vah namah 318 ke rehne wale khush kismat hone wale dulhe raja sayan nilesh palti. Vivah sanskar kal sanichar december ke 19 tarik din mein hai. Maripala namah 28 ke rehne wali manisha sevnandan ke saath mein. Sayan aur Manisha vivah ke pavitra bandhan mein bankar 7 janmon ke saathi banenge. Khushi mauke par Sriman Ramesh Palti, Srimati Asha Palti barsati apna pyara beta, Priya aur Rikash apne bhai, Santusha Palti bechai apne devar, Suraisha apne kaka, Aji apne pota ko bahut se pyar khushiya aashirwad badhaiya dete hai. Do prano ka bandhan hai. Do prano ka bandhan hai, do din ki nahi hai baat, saat bhauro ka matlab saat janam ka saat. Badhaiya khushiya pesh hote hai Shalini aur Ramdin ke naam par. Suk December ke 11 tarik apne degree hasil kiye Hogeschool van Suriname Janssen en Partner se studierichting in karte bedrijfskunde aur titel in ko jo mila hai Bachelor of Business Administration. Shalini aur Ramdin ke naam aaj bahut se pyar aur khushiya Nani Chandravati Ramdin Rambaran apni pyari natin. Sriman Sanjay Lachman, Srimati Malena Lachman Ramdin apni pyari beti, Sharohan apni pyari behan ko bahut se pyar, khushiya badhaiya aaj dete hai. Manzilo ke raaste par, har khushi sabhi ka saath rahe, har pal sabhi ka pyar tujhe milti rahe.
Hoshia nezara te he quata haura vechnemacha disper, piari singuria nanhisikali fishaya ishani kunjbihari, fishaya ke pahli salgre kalsanicha december ke onaistarike, Sriman Amit Kumar kunjbihari, Srimati Kareshma kunjbihari maniram apni piari dulari beti, Aja Ashok Kumar kunjbihari, Aji Pramita kunjbihari ramcharan apni piari dulari potin, Dada Saravan Kumar Pyari Bhati Jin ko bahut se pyar, khushiya badhaiya aaj dete hai. Meri aashirvaad mein ho itna asar, meri aashirvaad mein ho itna asar, tu har dard har gham se raho bekhabar. Daswi salgra ke zikr kiya jata hai bahut se pyar aur khushiya Tanisha Rai Shri Neha Ganga Din ke naam. Sido Dadi Weg nummer 35 Saramaka Groningen ke rehne wali pyari si ladli Tanisha Rai Shri Neha Ganga Din. Daswi salgra suk december ke 18 tarikh aaj hai. Sriman Carlo Ganga Din, Srimati Antrisha apni pyari beti, Nana Roka aur Nani Radha apni natin, Mama Ajay, Mami Sharin, Mausi Ravina aur Mausa Viresh apne bhaine, Arush aur Vishesh apni pyari behan ko bahut se pyar, khushiya badhaiya dete hai. Salgra ke din to bare bhagya ke saath hai aate, Salgra ke din to bare bhagya ke saath hai aate, jab hi aate hai hazaron khushiya saath mein hilate. Khushiya Mubarakbadi Zahir Hote Hai Muhammad Abbas Weg Nummer 10 De Vier Kinderen Weg Kerehne Wale Shakil Riyas Muhammad Saif Barsati Pachwi Salgra Suk December Ke 18 Tarik Aaj Hai Khushi Mauke Par Sahib Firjal Barsati Bibi Sahiba Jyotika Barsati Ram Gulam Apna Pyara Beta Ko Bahut Se Pyar Khushiya Duai Khair Zahir Karte Hai Dua hai tumhari zindagi mein koi gham na ho. Dua hai tumhari zindagi mein koi gham na ho. Dua hai tumhari aankhe kabhi nam na ho. Paanchvi salgar ke mauke par bahut se pyar aur khushiya zahir hote hai Muhammad Abbas Weg Nummer 10 De Vier Kinderen Weg ke rehne wale Nanha sa ladla Shakil Riyas Muhammad Saif Barsati Paanchvi salgar suk december ke 18 tarikh aaj hai Mubarak mauke par dada Sharif Barsati Dadi Elsa Barsati Mohan apna pyara pota Chacha Irfan Barsati apne pyare bhatij ko bahut se pyar Khushiya Mubarakbadi Zahir Karte Hai Tere Jaisa Na Koi Phool Na Koi Tara Tere Jaisa Na Koi Phool Na Koi Tara Tu To Hai Chanda Se Pyara Mubarakbadi Khushiya Zahir Hote Hai Muhammad Abbas Weg Nummer 10 De Vier Kinderen Weg Ke Rehne Wale Shakil Riyas Muhammad Saif Barsati Paanchvi Salgra Suk December Ke 18 Tarikh Aaj Hai Kashif Barsati Pyare Bhai Ko Aaj Bahut Se Pyar Khushiya Mubarakbadi Zahir Karte Hai Wakt Mausam Badalte Rahe Zindagi Ke Raahon Mein Hum Sada Sa Chalte Rahe Pyar Khushiya Mubarakbadi Zahir Hote Hai Muhammad Abbas Weg Nummer 10 De Vier Kinderen Weg Ke Rehne Wale Shakil Riyas Muhammad Saif Barsati Paanchvi Salgra Suk December Ke 18 Tarikh Aaj Hai Khushi Mauke Par Lifondo Weg Se Puppa Irshad Lais Muhammad Khan Puwa Rabia Lais Muhammad Khan Barsati Pyara Bhatij Ko Bahut Se Pyar Khushiya Mubarakbadi Zahir Karte Hai Dil se hai yahi dua, dil se hai yahi dua, tumhari zindagi mein kabhi aaye na gham ke hawa. Badhaiya khushiya pesh hote hai Muhammad Abbas Weg Nummer 10 De Vier Kinderen Weg Ke Rehne Wale Shakil Riyas Muhammad Saif Barsati Paanchvi Salgra Suk December Ke 18 Tarikh Aaj Hai Khushi Mauke Par Walgedag Beweg Priya Weg Nummer 2 Se Nana Inder Ram Gulam Nani Kamla Ram Gulam Jagdev Apne Pyare Nati Do Mausi Aur Ek Mausa Apne Bhai Ne Do Bhai Aur Do Behen Apne Bhai Ek behnoi apne saar ko badhaiya khushiya pyar aaj dete hai. Tujhe zindagi ke khushiya mile, tujhe zindagi ke khushiya mile, tu sada muskurata rahe.
बधाया खुशिया पेश होते हैं श्रीमती शरागनी आलगू मंगरे के नाम। सुख दिसंबर के 18 तारीख आज अपने डिग्री हासिल किए आंतोन द कॉम यूनिवर्सिटी फ्रॉम सुरीनाम से। तेईस सिंकर जो थे फुटसल जेकर है इन सुरीनाम। An evaluatie van het landbouwbeleid en de uitgevoerde landbouwprojecten gedurende periode 2012 tot en met 2017. Titel in Kojomilihe, Master of Science in Education and Research for Sustainable Development. Bautse Badhaya Orhushya Sharagni Algu Mangrekenam. Sriman Nagesh Algu Apnipyari Patni. Sriman Rajan Algu. Srimati Vijanti Algu Jiavan Apnipato. कीर्ति आलगू अपनी भौजी श्रीमान रामचंद्र मंगरे श्रीमती रेखा मंगरे रखन अपनी बेटी वर्षा दर्शन मंगरे शिवम मंगरे अपनी बहन प्रवीण दर्शन अपनी सारी उपासना मंगरे गंगाराम अपनी ननद लक्ष और सामारा अपनी फुआ को बहुत से प्यार खुशियां बधाइयां आज देते हैं। मंजिलों के रास्ते पर मंजिलों के रास्ते पर हर खुशी सभी का साथ रहे हर पल सभी का प्यार तुझे मिलती रहे। दिलों के गहराइयों से स्वर्गीय चंद्रवती रामसरन कामता को याद की जाती है। स्वर्गीय चंद्रवती रामसरन कामता इन्हें लोग ज्यादा साम के नाम से जानते थे। अपनी जिंदगी में बागबोटला नंबर 10 क्वाटा के रहने वाली थी। पैदाइश हुई थी दिसंबर के पहली तारीख 1935 में। मृत्यु हुई दिसंबर के 6 तारीख बरस 2020 में। दाह क्रिया दिसंबर के 7 तारीख 2020 की गई है। आज सुख दिसंबर के 18 तारीख 12 रोज के काम क्रिया है। नीदरलैंड और सुरीनाम से विधवा रीता छोटू रामसरन अपनी माँ कविता और विजय छोटू अक्षय रामसरन अपनी नानी शरानी अपनी ननिया सास जमाइरो और विनेश अपनी परनानी को याद करते हैं। तुम चले गए तो हमने सोचा तुम चले गए तो हमने सोचा हमने क्या है खोया क्या है पाया जो हम गा ना सके वक्त ने ऐसा नगमा क्यों गुनगुनाया। Dames en luisteraars, welkom terug tot gisteren, vandaag en morgen. Rajit Pierkans Kalaj Horkal. Dit is de aflevering voor woensdag 16 december 2020. Kal Ajor Kal wordt live uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname. En u kunt die beluisteren via de RBN Radio en TV-frequenties. En is ook live te zien via YouTube. Mijn naam is Farid Pierkan en ik presenteer u deze uitzending. We praten later op de avond ook met de voorzitter van de Vereniging van Economisten, dat is de heer Winston Ramotarsing. Maar ik verwelkom u tussen, ook uw maatschappelijke mening. En zover u dat wenst, mag u inbellen op het telefoonnummer die u in beeld ziet. En dat is 532037. We hebben de afgelopen dagen, althans niet wij, Dagblad Suriname, houdt geregeld opinie peilingen om dan ook te toetsen hoe die samenleving denkt over allerhande maatschappelijke gebeurtenissen. Maar ik ga u straks meer vertellen over die peilingen. Maar we gaan eerst praten met de heer Ramotarsing. Dit is Rashid Pierkans Kal Ajor Kal. Winston Ramotarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten. Goedenavond, bent u aan de telefoon? Dat klopt, heer Pierkan. Goedenavond. Winston, hoe gaat het met jou? Lang niet gezien, hè? Dat klopt. Ik denk dat dat aan de situatie ligt. Ik zou ook vaker met jou van gedachten willen wisselen. Ja, een van die dagen maken we afspraken met de boys, hè? Dat zou mij goed uitkomen, ja. Oké, geweldig. Maar laten we nou hier praten voor de hele samenleving. Winston, de regering staat in de startblokken om mogelijk een overeenkomst te sluiten met het IMF in wat zij noemt
haar eigen homegrown plan. Deze benamingen van homegrown plan hebben we ook eerder gehoord in het verleden, toen de gewezen minister en de gezochte minister Hoefdraad ook met het IMF in zee ging, werd dat ook een homegrown plan genoemd. Jullie hebben vooralsnog je opmerkingen en je kanttekeningen. Welke zijn die? Gaat het over het homegrown plan van 2016 van meneer Hoefdraad? Nee, de mogelijke nieuwe. Minister van Financiën. De huidige. Farid, ik heb een afspraak met de minister gemaakt vorige week om ons voorlopig even te onthouden van commentaar over hoe de overeenkomst met het IMF tot stand komt en de inhoud daarvan. Ik mag je wel vertellen dat er een verschil van opvatting is tussen de Vereniging van Economisten en de minister over hoe je het maatschappelijk middenveld moet betrekken in het formuleren van je plannen. We zijn in diepe economische problemen en de regering die heeft de verantwoordelijkheid om die problemen op te lossen. Maar dat doet ze in modern economisch bestuur, good governance noemen we dat. Dat doet ze niet alleen, dat hoort ze te doen in samenspraak met het maatschappelijk middenveld, met vakbeweging, bedrijfsleven en andere maatschappelijke functionele groepen. Deze regering heeft de opvatting dat ze dat anders moet doen. Ze willen inhoudelijk willen ze dat eerst even zelf doen, met IMF samen afstemmen. Dus, het woord onderhandelen willen ze niet eens gebruiken. En dan pas wanneer ze rond zijn, willen ze dat delen met het maatschappelijk middenveld. Dus we hebben met de minister afgesproken dat we voorlopig ons gaan onthouden van commentaar, want we willen niet polariseren. Wij willen de regering geen blakkabal laten slaan. En we willen zeker niet, wat nu oppositie heet, die eigenlijk verantwoordelijk is voor die crisis waar we nu in zitten, gaan ondersteunen in hun kritiek. Dus ik denk dat over de inhoud van het IMF-plan, Dat ik je niet veel details ga kunnen vertellen vandaag. Oké, Winston, dan gaan we niet daarover praten, maar we gaan wel over andere zaken praten. En de meer populaire aangelegenheden die de samenleving wel iedere dag raakt. En een van de zaken, dat zijn die koersen waarbij je een discrepantie hebt tussen de centrale bankkoers en wat we noemen de mami- en de papi-koers, de straatkoers. Hoe krijgen we dat terug en denk je dat het groter gaat worden? Er is ook hier een verschil van opvatting over hoe een wisselkoers tot stand moet komen. Overheden die over een enorme reserve beschikken, die kunnen natuurlijk door hun reserves in te zetten een koers stabiel houden. Overheden die geen reserves hebben, die hebben de power niet om een koers te bepalen. Ook al zinkt de president de koers omlaag en hij zakt. Dus alle beloftes ten spijt ook van de nieuwe president. De koers gaat niet zakken als de economische maatregelen om die munt sterker te maken uitblijven. En dat is nu het geval. Dus je kan natuurlijk zeggen, centrale bank zegt koers is 14,29 en that's it. Maar de economie werkt anders. De economie werkt op basis van vraag en aanbod, beschikbaarheid van dollars en behoefte aan dollars. En dan kan de centrale bank in de airco-kamer aan de waterkant zeggen 14,29. Maar het veld zegt anders en de waarde van de munt is wat het veld zegt en niet wat die overheid zegt. Oké, Winston Ramotarsing. Die overheid die verdeelt voedselpakketten voor sociaal zwakkeren en ze heeft er een paar miljoen voor uitgetrokken onder de noemer armoedebestrijding. Denk je dat de overheid een ander model moet kiezen of dit model moet voortzetten? Nou, we hebben ditzelfde model. Dus de intentie is goed. Je wil de arme mensen weer tegemoetkomen, omdat je weet dat de prijzen de pan uitstijgen. Dat de mensen met hun salaris niet meer uitkomen. Dus ik begrijp dat de overheid dat wil doen. En op zich is dat positief. Maar de ervaring met pakketten is dat het neems en feestes is. Er is geen goed systeem van distributie. Bovendien, wat moet ik doen met zoveel blikken bruine bonen als ik niet van bruine bonen hou, terwijl ik andere dingen belangrijk vindt in het leven. Dus het systeem van pakketten is een compleet achterhaald concept en leidt tot corruptie. Vroeger ging het in paarse zakken, nu gaat het in een andere kleurzak. En het wordt door andere politieke mensen gedistribueerd op plekken waar je afvraagt hoe komt het daar terecht en niet bij die mensen die het nodig hebben. Dus wat je zou moeten doen, en dat zeggen alle politieke partijen in hun programma's, je moet
gaan van een objectsubsidie naar een subjectsubsidie. Object is goederen, pakketten, gesubsidieerde stroom en water. En subjectsubsidie is zoeken naar wie zijn de mensen die arm zijn, die in aanmerking komen voor steun en die mensen tegemoet komen. En die mensen kom je dan tegemoet met geld, zodat ze vrij kunnen besteden naar hun eigen prioriteit. En dat kan met cashgeld, maar het kan ook met bonnen, het kan ook met op allerlei manieren. Maar je moet niet voor die mensen gaan beslissen wat ze moeten eten, wat ze moeten drinken. Winston Ramotarsi, een ander pijnpunt die speelt, is dat de prijzen in de winkels gewoon er niet om liegen. Er gaat geen dag voorbij of er iemand spreekt mij aan over de prijzen. De overheid doet al jaren prijscontrole en nu doen ze dat weer. En nu wordt zelf gezegd, de minister gaat het zelf onder haar leiding doen. Kunnen ze de prijzen wel controleren met uitzondering van die 30 basisproducten waarvoor er vrijstelling van invoerrecht is en waarvan men de centrale bankkoers voor krijgt? Ja, het is technisch wel mogelijk om prijzen te controleren. Je kan prijzen op basis van de inkoop, importprijzen. Want die prijzen worden aangegeven bij de douane. Wanneer een container binnenkomt, staan er prijzen. En er wordt belasting daarover gerekend. Er wordt allerlei kosten komen er bovenop. En die groothandel, importeur, die mag een bepaalde marge maken. Meestal is het 35%. En dan gaat het naar de supermarkt of de detailist. En die supermarkt mag ook een tussen 20% en 30% opslag maken. Dus je kan het vrij exact uitrekenen. Alleen, het vraagt nogal wat werk. Er zijn bijvoorbeeld 10 verschillende merken bruine bonen. Het is nogal wat werk om dat allemaal te gaan bijhouden. En in de praktijk blijkt het dus niet te werken. Wat belangrijk is dat je de concurrentie moet stimuleren en de informatiestroom moet stimuleren. Door bijvoorbeeld in de krant te laten plaatsen, op Facebook te laten plaatsen, overal bekend te maken waar de goedkope producten zijn. Zodat we niet op de ene plek bruine bonen zien voor 25 en op de andere plek hem voor 18 zien. Ik moet weten waar het 18 is, dan hoef ik die van 25 niet te kopen. Dus er zijn natuurlijk slimmere manieren om concurrentie te stimuleren, waardoor die prijs gaat tenderen naar wat het echt moet kosten. Ja. Er is wel degelijk ruimte voor beleid, maar niet dat we gaan denken dat de overheid het helemaal gaat kunnen regelen. Daar is het veel te ingewikkeld voor. Winston Ramotarsi, de overheid gaat een solidariteitsheffing van 10% invoeren. Iets dat we al hebben gekend tijdens regering Venetiaan toen zij overnamen. Toen zij ook een kapotte economie overnamen, hadden ze een soortgelijk model ook ingevoerd. De huidige regering wil dat ook gaan doen en dan meer voor mensen die meer dan 150.000 SRD per jaar verdienen. Wat is jouw mening daarover? Ja, wij vinden het een goede maatregel, maar wel als onderdeel van een pakket van maatregelen, een programma dat ons duurzaam uit de problemen gaat helpen. Als een losse maatregel wijzen we het af. Om gewoon die overheid een beetje meer geld te geven, zonder uitzicht op verbetering, is een crime. We hebben dat ook geschreven. Het parlement heeft ons gevraagd om advies. We hebben advies gegeven dat we dat een goede maatregel vinden als onderdeel van een totaalpakket dat ons in de korte termijn uit de problemen gaat helpen. Er is een behoefte in die samenleving. Er is een solidariteitsbeginsel in de samenleving dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen en die wil is er ook. Maar er moet wel zicht zijn op verbetering. Dweilen met de kraan open, daar wil ik niet aan bijdragen. Dus op zich is het een goede maatregel, maar het moet in een pakket horen. Als je het als losse maatregel uitvoert, is het niet goed. Het ligt in het vooruitschiet, meneer Ramotarsi, voorzitter van de VES, dat de huidige regering Santokki, Brunswijk, mogelijk eind van het jaar, eind 21, begin 2022, BTW wil gaan invoeren. We hebben het tot 2 keer toe tijdens het vorige kabinet Bouters-Adien zien mislukken. Men was begonnen met het verhaal. Het is toen mislukt geworden. Vindt u het een goed idee? En wat zou men beter moeten doen dan wat de vorige regering heeft gedaan? Want die was begonnen, maar ze hebben het niet af kunnen maken. Het ontbrak toen aan politieke wil om dat door te voeren, omdat BTW een veel verfijndere manier is van belastingheffing. Een eerlijkere manier, een manier om bredere belasting te heffen. Dus op zich te verkiezen.
Maar je moet wel willen, omdat het een stuk ingewikkelder is. Je moet mensen gaan trainen, je moet je systemen veranderen. En daar is de politiek nog niet zo ver voor. En het enige wat ze doen, en dat heeft de vorige regering ook gedaan, en wij doen het nu even na, we schuiven het vooruit. Alle moeilijke dingen doen we niet vandaag, we lossen het. We gaan het over een paar jaar oplossen. Hoe is de Ramautaarsing tot slot toe? Kijk je aan tegen COVID-19, de besmettingen, de uitbarstingen van de afgelopen dagen, ingestelde scherpere maatregelen. En mochten wij een vaccin krijgen in januari, februari, ga je in de rij staan als je opgeroepen wordt om ingeënt te worden? Ja, ik ben niet meer de jongste, dus ik denk dat ik... Jij gaat in de rij, jij gaat zeker in de rij. Ik moet in de rij staan, Maar natuurlijk hangt het vanaf het succes van de vaccinatie. Men heeft gezegd, eigenlijk zou je de regering, de politici, eerst moeten vaccineren. Want kan je zien of het werkt. En dan is het succes, het vaccin een succes. Maar als het niet werkt, dan heeft het volk een succes. Maar dat is een grapje natuurlijk. Ja, maar je gaat wel in de rij om ingeënt te worden als je opgeroepen wordt. Nee, COVID is een heel ernstige zaak. En hoe vervelend de maatregelen ook niet zijn en hoe eenzijdig ze worden toegepast. En of er geen betere manieren waren, dat, los van die discussie, zeg ik dat het moet, omdat het een serieuze aangelegenheid is. Het gaat om mensen die we kennen. Het zijn geen vreemde mensen die ziek worden en doodgaan. Dus laten we proberen ons aan de regels te houden. Laten we proberen samen eruit te komen. En als dat vaccin er is, dat we ook weer een prettiger leven kunnen hebben. 2020 was een heel erg uitdagend jaar. Laten we hopen dat we in 2021 die uitdagingen in elk geval niet meer zullen hebben. Zodat we ons volledig kunnen concentreren op de oplossing van onze economische problemen. En dat we die welvaart die we wel verdienen en waar we de potentie voor hebben, weer terug kunnen brengen. Die verarming die we hebben gehad was totaal niet nodig. Het is gewoon gecreëerd door de politiek. En met een nationale aanpak kunnen we natuurlijk er wel uitkomen. Door de regering een goed beleid te laten maken en door de steun van het maatschappelijk middenveld gaan we de condities creëren om in 2021 verbetering te brengen en uiteindelijk in 2022 echt die vruchten te kunnen plukken. Winston Ramautaarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten, mag ik u bedanken voor uw bijdrage in Rashid Bierkans Kalajorkal. Graag gedaan. Thank you. En zo hebt u het gehoord, we hebben niet doorgehamerd op die discussie van die homegrown plan die moet komen. Omdat hij een afspraak heeft en als hij een afspraak heeft, dan houden wij ook even eraan. Dan gaan we niet eraan timmeren, want hij gaat toch niks zeggen. Daar heeft het geen zin. Maar die discussie gaat wel komen. Gaat wel komen als die overheid zo ver is. Ik weet dat die overheid in de startblokken zit van het maken van het programma. Maar de opmerking die Winston daarnet maakte is van kijk, het komt erop eigenlijk neer. Betrek ons niet aan het eind, betrek ons aan het begin. Want dat is the name of the game. En wat we eruit halen is dat hij zegt kijk, je kan ons niet betrekken wanneer jij dat ding al hebt gemaakt. Dan kom je ons vragen van hoe kijk je er tegenaan? Nee. Zet ons vanaf de eerste stenen, bouwstenen, om het systeem te maken. Ik denk dat dat een pijnpunt is en dat men dat de overheid, de minister van Financiën en de mensen die belast zijn, dat even serieus moeten nemen en anders naar moeten gaan kijken. Dit is Kalajorkal. U bent in de uitzending. Ja, bent u er nog? Ah, dat is eruit. Dus dan gaan we weer even andere bellen de gelegenheid geven. Laat me je tussen vertellen, we hebben wat peilingen gehouden. We houden geregeld peilingen op de website van Dagblad Suriname. Let wel, het zijn geen wetenschappelijke peilingen als zodanig. Het zijn online peilingen, maar het geeft wel een beeld hoe mensen denken over onderwerpen. En we hebben aan de mensen gevraagd, vindt u het verstrekken van voedselpakketten een effectief middel om armoede te bestrijden? 84% zegt nee. En 19% zegt ja. Dus ik herhaal, we hebben toen gevraagd, vindt u dat het verstrekken van voedselpakketten een effectief middel is om armoede te bestrijden? 84% vindt van nee en 16% vindt van ja.
En dat is de uitslag. Wij houden geregeld peilingen. U mag erin gaan participeren. Het is op de website van Dagblad Suriname. Zover wij onderwerp hebben, dan zetten we het altijd erop. Op dbsuriname.com. En u bent in de uitzending. Goedenavond. Ja, ja. Bent u er nog? Hallo? Ja, goedenavond. Oh, sorry. Nee, goedenavond, meneer Peerkan. Hoe gaat het met u? Goed, hoe gaat het met u? Nou, wat zal ik zeggen? Vertelt u me wat u wil zeggen. U heeft me vragen gesteld, toch? Het antwoord wat ik u moet geven, ik weet niet hoor. Anyway, ik doe mijn best. Oké, gelukkig. Geweldig. Gaat u gang. Hi, meneer Peerkan. Dat van die biezen, die heb ik gemengde gevoelens, ja. Uw dochter, ik geef gewoon een voorbeeld. Uw dochter wordt 10 jaar. Je hebt u en uw vrouw heeft van tevoren gepland en plotseling komt zo'n pandemie ertussen. Waar gezondheid van die kinderen onder gaat leiden. Waarvoor gaat u kiezen? Gezondheid of voor de gezelligheid? Ik luister naar u. Ik luister naar u. Gezondheid gaat u kiezen toch? Maar anyway, ja, net wat die mensen zeggen van ja, het zijn kwetsbare groepen voorbereid. Maar in ieder geval, je moet het niet maar blikken op één persoon. Je moet meerdere kanten bekijken. Maar omtrent deze situatie, die COVID-situatie, ligt het niet een deels aan het volk. Okay, het volk is koppig, want nadat het versoepeld werd, heeft de president die lockdown ook versoepeld naar 10 uur en later naar 11 uur. Meneer Peerkan, in die periode, toch? Dat was toch afgelopen week, 2 weken daarvoor. Maar het, dus 10 uur. Na 10 uur waren er gewoon mensen op straat. Toen de president had versoepen naar 11 uur. Na 11 uur waren er gewoon mensen op straat feesten. Maar de overheid deed niks. Dus je moet ook in die hoek kijken, in die richting kijken. Politie werden niet gebeld. Ik een mattie van me gaf me een tori. Er werd feest gevierd tegen de protocol. En hij de buren gewaarschuwd, daar bij hem in de buurt. En ze hebben gezegd, je mag bel school toe. Je kan bel school toe. Wat niks te maken, kan bel school toe. En hij heeft het ook gedaan. En de politie is niet gekomen. En achteraf is hij erachter gekomen waarom de politie niet is gekomen. En wilt u het weten, meneer Peerkan, waarom de politie niet is gekomen? Nee, ik weet wat u me gaat zeggen, maar vertel. Ik probeer uw gedachten te lezen terwijl ik u ziet. Nee, ze hebben, die mensen hebben toekoe gegeven. U wil het niet horen, nou? Ik wil het wel horen, maar ik kan het moeilijk aannemen, omdat ik geen bewijslast ervoor heb. Dus ik kan het wel, ik kan het alleen aanhoren. Ja, u wil het uit mijn mond horen, daar heeft u groot gelijk. Ja, maar als u het zegt, dan draagt u die verantwoordelijkheid. Valt onder uitvleur, die valt onder die resort, valt onder nieuwe grond. Dus ze hebben geld gegeven aan de politie om niet te komen. Ja, en zo heb je ook, trouwens het is ook bekend, het is alom bekend, het hoeft ook niet in de media gekomen, niets blijft geheim, meneer Peerkan. Die security worden gewoon betaald. Die mensen, die buitenlanders geven ze gewoon geld. Ja, toch? Maar daar, wanneer ik zo praat, maar die zei me ook vanmiddag, maar luister nou. Akonin, hij draai, Isabito, Disma, Epina, a security, a money van nodig, if a security, want een aantal euro's of zo, dat gaat hij nemen. Hij gaat niet kijken naar mensen hun gezondheid. Dus dat, wat ik hiermee wil zeggen, dat is ook een probleem. De situatie van het land speelt hier ook een rol. Want als we een stabiele economie hadden, zou het misschien niet zo ver komen. Maar ik blijf het bijzetten, mensen zijn economie. Ik kijk toch naar mensen gezondheid. Ik zou echt geen geld van die mensen nemen. En dan gaat je landgenoten een ronde leiden. Want net wat de minister van Volksgezondheid zegt. Ik begrijp het. Oh, we gaan het niet aankunnen. En ik wil echt niet uw familie, mijn familie, in dozen zien worden begraven, net wat in Ecuador is gebeurd. En nog iets, meneer Peerkan, de minister van Onderwijs heeft gezegd, want ik ben zelf ook van het onderwijs wel, de laatste schooldag landelijk is 23, vandaag over de week, en ze heeft gezegd tot 21, vanwege de toename. Mijn god, meneer Peerkan, ik hoop niet dat wanneer de school op 6 januari, want de school begint weer op 6 januari, ik hoop niet wanneer de school op 6 januari begint, dat dezezelfde minister, niet dat ik vinger op de wijs of de vinger naar de wijs, maar dat dezezelfde minister komt zeggen, scholen worden gesloten, want het is erger. Begrijp wat ik bedoel, toch? Ja, maar kijk, dit besluit. We kloppen het af. Ja, we kloppen het af. Want ik wil, even meneer Peerkan, sorry, ik wil niet mijn kind, uw kind,
geen van de kinderen van mijn landgenoten weer 6 maanden thuis moeten zitten. Minowana, Tori, dat niet. Dus daarom, ik luister naar u, wat zou je zeggen? Nee, dus daarom moeten we nu maatregelen treffen, toch? Ja, en strenge maatregelen. Oké. Okay. Even nog, meneer Pierkant, maandag tot slot. Is het bekend. Ik liep op straat en dan mat die van me zei me. En dat toen ben ik met mensen gaan praten. Weet je wat die mensen zeggen? Ah, ik is zo mooi met mijn president Santoki. Die lockdown, 6 uur. 9 uur is te laat, 6 uur. Wij zoeken het zelf. Ja, okay, toch? Oké, okay, maar net wat okay. Je zegt, daarom treffen we nu maatregelen. Ja. En ik hoop dat de bevolking zich aan die maatregelen houden. Okay. Want de gezondheid gaat voor. Okay, maar allemaal over die vaccins gesproken. Is het goedgekeurd door WHO? Nee, mevrouw, die vaccins die goedgekeurd zijn, dat is van, er zijn Pfizer is goedgekeurd. Er is vandaag ook, als ik het begrijp, is Moderna ook goedgekeurd. Maar als die door de FDA van Amerika worden goedgekeurd, gaat de WHO het automatisch ook overnemen. Er zijn ook nog een aantal farmaceutische fabrikanten in de startblok. Er zijn meerdere hè, die gaan komen. Meerdere. Dus nou, Boussani, ja? Ik begrijp wat ik bedoel. Oké. Maar er komen meerdere. Ja? Oh, er komen meerdere. Ja. Is goed? Oké, meneer Pierkan. Oké, dank u. Laten we hopen dat het... Nogmaals. Migrama betak naki mofo. Ja, boko nak mofo. Dank u wel, dank u wel. Fijne avond. Fijne avond. U ook, dank u wel. Kijk. Waarover die mevrouw het heeft gehad. En ik denk dat de autoriteiten... Want iemand zei het vanmiddag ook voor ik kwam. En die zei, kijk, het zijn de autoriteiten... Die flexibiliteit niet moeten geven. Het zijn de instanties die moeten waken dat mensen de regelgeving, vooral nu met de strengere regelgeving, de weekenden, dat de autoriteiten drastisch moeten ingrijpen. Terwijl ik bezig was met u en we hadden die reclamebreek, kreeg ik beelden, je weet, netwerken van mensen die hun terrassen normaal open hebben en het mag gewoon even niet. Ik kan begrijpen dat de politie niet overal kan zijn. Laten we even ook serieus zijn. Maar het is wel belangrijk dat als de burger, die dan ook de controle uitoefent, wat ze ook graag wil doen, en ze dat doorgeeft, dat ze wel verwacht dat de instantie wel alert is en reageert op de waarschuwing die gegeven wordt. Als gegeven moment de burger merkt en het begint die ronde te doen, al dan niet waar of niet, dan krijg je geruis in het systeem, waardoor de burgerij gaat zeggen, weet je, men doet toch niks en ik lever die controlerende bijdrage niet. Dus het is belangrijk dat we hard op die rem gaan trappen. Heel hard. U bent in de uitzending. Goedenavond. Hello? Ja, goedenavond. Waar is mijn guru? Ah, mijn guru, Fafi. Ik zie je niet. Fijn als je me. Maar anyhow. Ati vitro zwart-wit. Mijn is dat mijn machinex. Ja, dat is een probleem. Ja, nou, de. No, maar ik ben... Maar temet kan hij met hem toch? Ja, maar ik denk niet weer, want broemke in die. Ze zo bloemetjes niet weer. Maar temet, moet het op 5.3, 5.2, nee, kom. Maar je... Maar ik denk, ik denk. Idee. Ja, ik denk. Volg me nu. Ja, Gitori. Mij et taki, goedenavond. Mij et taki, we zijn nonchalant geweest. De controle was slecht. Ik ben gisteren naar de dokter gegaan. Daarmee rij Saronbrug, toch? Hoor je me? Ja, ik ben er. Want ik zie je niet, toch? Mide. Dus, mijn vrij Saronbrug. Daarmee ik ga bochten om te komen daar, weet je die straat daar van die... Ach, Poussano? Ja, Herdutterstraat. Ai. Jong. Daar is toch een blok waar het verkeer toch volop gaat. Misschien om een teentje. Dit is maar hoor feest. Toch? Maar ja, ik kom niet meer zo veel op straat, dus... Ik moest gisteren naar de dochter. Maar wat is gebeurd? Zo'n grote tent. Ik denk dat er genoeg aan verkeer daar is dat de politie niet zou zien. Dat er zo'n groot feest gehouden is daar. Om de bocht van de rotonde. Ik vind dat wij zelf slecht zijn met de controle. Ik vind we zijn nalatig geweest. Ik woon op Latour. Ik kon niet eens in mijn kamer komen. Feest. Latour, feest. Dit is maar een feest, bogo.
dan vind ik dat de controle slecht is geweest. En ik heb ook gezegd, het zou komen. Want we zijn koppig. We zijn koppig. Hoe weer je dat? Mijn lezen media. Mijn rover is mijn kozadasa. Mijn gozesman. Mijn rover is, ik zeg mezelf, wat gebeurt er met ons? Dus men beseft nog niet dat we bezig zijn met ons leven. Hoeveel waardeer je leven? Als mens. Dat je zo gaat spotten met COVID. Ik vind het verschrikkelijk dat dit ons nou weer overkomt. Kijk, ik ben iemand, ik hou me aan deze dingen toch. En wat spijtig is, jij houdt je eraan. En dan word jij ook de diepe ervan. Begrijp je wat nu? People denken dat ayo dipje zo. Dan ben je nou weer angstiger dan normaal. Begrijp je? Dus ik vind het gewoon vervelend dat wij als Surinamers zo nonchalant omgaan met ons leven. Ja. Echt waar. Ik ga naar academisch gisteren. Ik heb moeite met het zitvlakte van behandelingen van de doktoren. Van academisch. Kijk, je komt niet daar om te spelen. Ik zit vanaf 12 uur bij de dokter tot 3:30 's middags. Gelooft u me? Jij riep me. Ja, ik geloof jou. Ik heb het ook vaker gehoord van derden. Het is niet normaal. Kijk, niet iedereen is zo sterk genoeg om zo lang te zitten. En dan moet je nagaan die kleine stoeltjes. Dat ze zogenaamd voor je zetten om te zitten. Vreselijk ongemakkelijk, man. Je gaat naar een ander ziekenhuis ook. Boe oru planga stoeru. Ze eigenlijk de dame de moro. Dat heb ik gestoond van 10 uur tot bijna 3 uur. Dus, ik kreeg geen plezier met dat je goeie gezondheid, maar dat je komt een ziekie. Want wanneer je nou daar buiten zit, naar buiten wacht. Sorry dat ik nog even langs praat. Dan kom je nou in de wachtkamer van de dokter. Er is geen spatie daar. Er is geen COVID-spatie daar hoor. Je zit gewoon duidelijk naast elkaar. Dus wie zegt mij nou dat er een goede controle is op zaken? Dus ik vind, men moet meer. Er moet meer gedaan worden. Het is nog steeds te weinig voor ons als Surinamers die zo koppig zijn. Een fijne avond verder. Oké, dankjewel, Migudu. Dankjewel. Dit is Kal A. Jorkel. Facebook. Surinamers gebruiken over het algemeen veel Facebook. Facebook heeft veel leuke zaken, maar ook veel minder goede zaken. Er zijn ook personen, luister goed wat ik zeg en hou het vast. Er zijn ook personen die bewust onder valse namen onrust proberen te zaaien en mensen op andere gedachten te proberen te brengen. En waarom doet men dat? Omdat Facebook is een open source waarbij iedereen op kan. Men gaat er gevoeglijk van uit dat door die open source niet iedereen dezelfde denkcapaciteit hebben. Niet iedereen heeft dezelfde capaciteit om zaken te kunnen analyseren. Dus dan maken ze misbruik van die groep mensen die niet kunnen analyseren en zaken niet op een rij kunnen zetten. En dan zorgt men voor informatie bewust om ervoor zorg te dragen om mensen op minder goede gedachten te brengen. Omdat het gewoon een open source is. Wat ik altijd zeg, Facebook is goed. Gebruik die goede zaken en ga niet huppelen achter roddels. Roddels zijn altijd voor mensen die er niet bij waren. Omdat iemand die erbij was en iemand die beweert dat het op waarheid berust, gaat het altijd met zijn eigen naam zetten. Altijd. En als je goed nagaat, dan ga je zien, die fakers, maakt niet uit van welke kant ze komen, dat ze fake profiles zijn. Valse foto's, pas opgericht en zogenaamd hebben ze wat vrienden. Dat zijn allemaal fake profiles als je goed gaat kijken. Maar daarvoor moet je slim zijn. Goedenavond, u bent in de uitzending. Ja, meneer. Ja, kunt u luider praten? Ik hoor u zacht. Ja? Ja, gaat uw gang. Ja, gaat uw gang. Ja, nou, alvast bedankt voor die onderzoek naar de Scallions. Nou, en nu het volgende. De lockdown-overtreders.
Is er wetgeving dat de mensen bekeurd kunnen worden? Ja, er is. Worden ze wel bekeurd? Men heeft het nog niet geactiveerd, maar de minister heeft gezegd ze gaan het nu wel activeren. Ja, het gedoogbeleid van Suriname. Ja, maar het is er wel. Alles wordt gedoogd. Maar dan gaan we nog verder. Je hoort vaak dat de politie een controle heeft uitgevoerd en er zijn zoveel mensen bekeurd. En wat hebben ze gehad? Een auto niet gekeurd, geen rijbewijs, geen verzekering. Goed, maar dan moet je nagaan. Die ruiten aan de voorkant, je kan niet naar binnen kijken. Je weet niet of er een man of een vrouw daar zit. Ten tweede, die richtingwijzers moeten geel zijn. Men heeft een lichtblauw lichtje, dus overdag kan je niet zien of die man rechts of links gaat of wat dan ook. En het mooiste, je hebt koplampen in de kleuren rood, blauw, groen, je noemt het maar op. Die auto's lijken op kerstbomen. Ik vraag me af, hebben we polities of hebben we clowns? Want u weet het zelf, meneer Pierkan. Als je op straat rijdt, binnen 10 minuten, zie je minstens 20 overtredingen van, noem maar bijvoorbeeld de nummerplaten, worden ook verduisterd. Dus dat wil zeggen, als er een overval wordt gepleegd, ruiten verduisterd, nummerplaat verduisterd, en de politie komt en zegt, hebt u wat gezien? Ja, het was een groene auto. Kent u het nummer? Nee, het was verduisterd. Hebt u gezien wie erin? Nee, die ruiten waren verduisterd. Nou, waar zijn we mee bezig, meneer Pierkan? Kijk, dan ga ik een voorbeeld noemen, hè. Dan gaan mensen zeggen, luister, je kijkt naar het buitenland. Ik heb veel gereisd. Amerika, Nederland. Het moment dat die politie stopt, controleert hij alles. En als hij één ding niet voldoet, dan ben je op de bon. Ja. Oké. En als die auto niet gekeurd is, ja. Nou meneer, die auto is niet gekeurd, u krijgt een boete. Gaat u de kortste weg naar huis? Nee, die auto moet weggesleept worden. Prima. Dan vraag ik nogmaals, hebben we polities of hebben we clowns? Oké. Dan ga ik u bedanken. Eén belangrijk ding. Tot slot. De politie heeft niet alleen een controlerende taak, de politie heeft ook een opvoedende taak. Kijk naar inspecteur Welen Peneu. Dank u. Oké, dank u wel voor uw bijdrage. We nemen de opmerkingen aan ter kennisgeving. Wat ik over het algemeen kan zeggen, dat alles komt op controle. Maar wat ik ook al die jaren heb gezegd aan u in deze uitzending, dat alle instituten kapot zijn geslagen, inclusief het korps. Inclusief het korps, waarvan hoogwaarschijnlijk met moeite het korps nog op een bepaald niveau gehouden kon worden of kan worden op een bepaald niveau. Want men heeft weinig geïnvesteerd in justitie. 10 jaar heeft men niet geïnvesteerd in justitie. 10 jaar heeft men niet geïnvesteerd in het Openbaar Ministerie. En wat kost investering? Je moet mensen trainen. Je moet mensen scholen. En scholing is niet geven opleiding voor 3 maanden en daarna doe je het nooit meer in je leven. Het is blijven scholen, het is een systeem. Want ook de criminelen worden slimmer met de dag. Niet alleen de politie moet slimmer worden, de criminelen worden ook slimmer. Dus, en die investering, die moet je halen uit je eigen mensen, maar je gaat het ook moeten halen van het buitenland. Het buitenland heeft meer know-how in technische trainingsvaardigheden op dit soort gebieden. En maar dat gaat geld kosten. Dat gaat geld kosten. Ik geloof dat in de samenwerking met Nederland, waarmee men bezig is, die men vroeger ook al had,
wat men noemde de JustPol-samenwerking, justitie-justitie-samenwerking, dat er binnen niet al te lange tijd weer trainingen verzorgd zullen worden, zodat in due time, onze korps weer op een ander niveau kan komen dan ze nu zijn. Maar het kost allemaal tijd, kost geld, alles is kapotgeslagen. En je kan niet een pondje verstand kopen bij de Chinees op de hoek en zeggen van hier heb je een kilo verstand en morgen kan je doorhuppelen. Dat werkt even niet zo. U bent in de uitzending, goedenavond. Ja, goedenavond, meneer Pirgan. Goedenavond. Ja, ik gaat uw gang, ik hoor u heel slecht. Hallo, bent u er nog? Pardon? Ja, ik hoor u. Ja, gaat uw gang. Ja, één. In Nigeria, heb ik gezien, in Nigeria, wordt van de petflessen samengevoegd en wordt er daar straattegels gemaakt. Heel sterk. Natuurlijk komen er ook andere stoffen bij in die cement, hè? Dat is van die petflessen, ja. En het werkt goed. De straattegels die dus u weet, je kunt begrijpen hoe stevig dat ding is. Ja? En 5 jaar terug was er hier in Suriname sprake van om mezelf te doen, om die petflessen te malen en te mengen in de cement. En gewoon stenen ervan te maken, dus bouwstenen te maken. Ja? En iedereen was het eens, hadden ze onderzoek gedaan, ja, dat ding gaat goed werken. En plotseling, dat ding is in een prullenbak verdwenen. Dus ik denk dat de importeurs van de cementen of de handelaren een dikke vinger in de pap hebben. En dus die mensen werken tegen. Zodat, want als het wordt hier geproduceerd, dan de man dat aan een woman maken in slag. Oké. Okay. Ja, dus dat is in werk. En tweede van de Pirgan. 10 jaar terug waren er 2 afgestudeerde studenten vanuit Nederland naar Suriname gekomen. Dus dat was de eerste Bouterse regering. Ja? En ze hadden gevraagd, ze hadden gestudeerd speciaal om papieren te maken. En hier zouden ze gebruiken de geoogste rijshalmen. Daarvan zouden ze papieren maken. Ja, dus daar waren ze speciaal daarvoor afgestudeerd. En ze waren bij de president geweest en wat ze nodig hadden, meneer Pirgan, dat was maar een stukje terrein om het bedrijf af te zetten. Ja? En een aantal hectare dat wordt hier reis geplant of gezaaid, wat zeiden ze, hadden ze de president voorgehouden, dat alleen dat zou 70% van de productie gedekt worden en alleen 30% konden ze maar importeren. President toen vond het een heel prachtig idee, ja, en zou het serieus nemen en plotseling die ook niets meer gehoord. Dus waarschijnlijk, ik vermoed naar de handelaren, maar ik ga de go-plein waar al naar iedereen. Oké, okay, ja, ik ga u bedanken. Vandaag aan de dag, tot vandaag aan de dag, niet zo hoor. Ik ga u bedanken. En de laatste, als u me dat gelijk in het ja, tot slot. Meneer de Beller, die was geweest over de politici en dergelijke. Wat wij hier zien, trouwens, u ziet het ook, u leest het ook, u merkt ook, haast elke week 2 tot 3 elektrische masten worden kapot gereden of onvergereden. Ja? En er worden verzoeken van elektriciteit en alle kosten wordt gedekt door de EBS. Dus gaat alles op de rekening van de EBS. Ik heb een voorstel in deze. Ja, via uw media naar de regering. Ja, dat alle verzekeraars hondenschulden erbij zetten voor de verzekering. Zodra in zulke gevallen dan wordt daaruit gedekt. Want EBS draait op verlies en EBS moet alles bekostigen. Dus als dit idee de regering meeneemt, denk ik dat de Surinamers gaan een beetje voorzichtiger zijn in het verkeer. Want hier rijden ze echt roekeloos. Ik ben in het verkeer. Ik zie, als je ziet, zal je maar rijden. Heb je nergens in de wereld gezien. Nergens. Het is vreselijk chaotisch verkeer wat wij hier in Suriname hebben. Prima, maar we gaan afronden.
Ja, dus dat was het. Ik hoop dat u via uw media kan het laatste doorgeleid. We hebben het gehoord. En die andere ook naar de regering toe. Oké. Dus mijn dank, is groot. Dank u wel. We nemen het aan ter kennisgeving. Petflessen, instrument. Weet je hoe groot je volume aan petflessen moet zijn? Hoe je dat in productie brengen? Oké, je praat van Nigeria, je praat van 100 miljoen mensen daar. Dan kan je nagaan wat de consumptiepatroon van petflessen is. Dus dat moet je ook in de cyclus meenemen in het verhaal. Papier maken. Kijk, alles kan, maar je moet even doordenken. Is het wel mogelijk? Want ik kan ook op Google gaan en een leuk plan nemen. Is het wel mogelijk in Suriname? We zijn breed kleinschalig. Dus dat petflessen verhaal. Weet je meneer, daar praat je over 100 miljoen mensen in Nigeria snel. Hè? En je, dan moet je even multiplyen hun consumptiepatroon. We hebben 550.000 mensen, 125.000, 140.000 huishoudens. Multiply onze consumptiepatroon. Zet hem in een verhouding. Oké, prima. U bent in de uitzending. Goedenavond. Goedenavond meneer Tegaan. Goedenavond. Ik heb één vraagje, of zelfs twee. Maar die bustransport van die schoolkinderen. Kunnen ze niet erop schrijven of laten verplichten te schrijven dat ze zegt schoolbus. Schoolbus, zodat we dus voorrang kunnen verlenen. Oké, ik begrijp wat u bedoelt. Aan die mensen. Ja, ik begrijp wat u bedoelt. Hoor. En dan had ik nog een vraagje. Ja. Hier op Noord wordt er vuil gestort op de trottoir. Kunnen wij niet een flits daar zetten wie dat dus dat doet? Want het is echt schandelijk. Het is maar vuil. Dank u wel, meneer. Jo, kijk wat de eerste aangaat. Vuil hebben we al vaker gehad, maar daar komen we een andere keer op terug. Wat de identificering van schoolbussen aangaat, die schoolkinderen vervoeren, dat is een normaal gebruik in goed georganiseerde landen. De Amerikaanse schoolbussen staan er bekend om. De grote blauwe, gele bussen staan er bekend om in Amerika. Waarbij het duidelijk staat geschreven dat het een schoolbus is. Duidelijk. Voor de andere weggebruikers. Dus het zou geen gek idee zijn om, doordat we niet specifiek blauwe schoolbussen hebben, daar hebben we niet specifiek voor, we hebben allerlei soorten merken bussen, maar dat het ministerie van Onderwijs deze gedachte wel meeneemt om de verhuurders waarvan ze de bussen van huren, want het ministerie huurt en betaalt die mensen, misschien met die mensen aan tafel kan gaan zitten en je luister, kunnen we geen duidelijke identificatie op uw bus plaatsen. Dit is ter kennisgeving van de overige weggebruikers. Geen gek idee, makkelijk uitvoerbaar. Klein beetje goodwill moet er alleen zijn. U bent in de uitzending. Goedenavond. Goedenavond, meneer Farid. Goedenavond. Gaat u gang. Bent u er nog? Ik heb gebeld en een en ander verteld over inbraak thuisnemen. Wat zei u? Ik zei, vorige week had ik u gebeld. Ja, ik ken het verhaal. Een en ander vertelt over die inbraak. Hè? Ja, prima. Ja, even resumerend. Hoe vaak ik bij de politie was geweest, tot en met woensdag. En donderdag nog geen respons. U had me ook geadviseerd om een brief te droppen voor de PG en voor de korpschef. Dat heb ik vrijdag gedaan. Heel weekend, niks gehoord. Pas gisteren moest ik me aanmelden bij de recherche Nieuwe Grond. Daar aangekomen hoorde ik van die verbaliserende recherche dat ze pas gisterochtend die procesverbaal van Liedorp hebben ontvangen. Vermeldenswaard is ook dat een koevoet was gevonden bij mijn deur waarmee die inbraak was gedaan. En in die hele procesverbaal was die koevoet niet verwerkt. Toen ik hem vroeg van, staat er niks over een koevoet? Zei hij van nee. Dus daar zie je die kwaliteit van die procesverbaal. Even naar aanloop, of in aanloop van die inbraak,
Twee maanden terug heb ik zeker 3 keren gebeld naar de politie in de avonduren tijdens die lockdown. Hè. Ik vertelde ook dat die perceel die naast mijn grens, die wordt verkaveld en er is een zandweg die naar achteren gaat. Dus meerdere keren heb ik tijdens die lockdown auto's gezien. Ik heb de politie gebeld, ja. Maar het leek alsof de politie niet weet welke kant links is en welke kant rechts is. Want aan beide kanten heb je projecten, hè. Ik vertel die man, je moet aan de linkerkant gaan, daar is die zandweg, aan de rechterkant zijn verharde wegen. Toch gaan ze op die aan de rechterkant. Oké, resumerend, even terugkomen, zodat we bij één topic blijven, want we springen naar een ander onderwerp. Resumerend, u hebt wel reactie gehad, want daarop komt het neer. Correct? Ja. Dus u hebt wat uw ongenoegen vorige keer was, dat u geen reactie kreeg. Dat was uw ongenoegen. Ja. En nu ja. Hebt u wel reactie gehad. Ja. Correct. Dus dan bent u op de goede weg, toch? Oké. Okay, of u nou tevreden bent of niet, dat is punt 2. Maar u hebt wel een reactie gehad. Ik heb die reactie wel gehad, dank ja. u wel. Ja. Geweldig. En die reactie heb ik gehad na een week. Ja, maar meneer, laat me u wat uitleggen. U kunt geen brief bezorgen vrijdag bij de PG en verwachten dat zaterdag iedereen achter u rent. Want u zit met een weekend, hè? U zit met een weekend ertussen. Dus die brieven gaan naar de agenda. Je hebt het gedeponeerd. En voordat het op tafel komt, dan is het maandag, is het dinsdag. Dus begrijp je wat ik bedoel? Ja, oké, maar die link... Maar als u die brief van mij hier van mij had gedropt vrijdag, had ik het maandag op mijn tafel pas gezien ook. Nee, dat begreep ik. Dat begreep ik, maar die link ontbreekt, ja toch? Heeft de recherche gereageerd op die brief die ik voor die twee... Maar dat is even niet belangrijk. Belangrijk is dat u een reactie hebt gehad van een bureau, omdat u al die tijd ongenoegen had dat u geen reactie kreeg. U hebt het wel gehad. Van waar het komt, hoeven ze u niet te zeggen. Maar u hebt het wel gehad, toch? We moeten ook die positieve kant belichten. Weet u hebt het wel gehad, toch? Maar misschien nog niet naar uw genoegen, maar u hebt precies, het wel gehad. Precies, daarover gaat het. Okay. Daarover gaat het, ja. Ik heb het over hoe serieus neemt de politie jouw zaak? Ja, toch? Hoeveel bellers heeft gebeld en dan misnoegen geuit over de over aanpak van de politie? Kijk, een van die dingen is ook. Als je de politiewagen op straat ziet, dan zie je met die, zwaailichten. Ja, maar meneer, laten we uw topic afronden, dat we andere mensen kunnen bellen, maar anders gaan we naar een ruimvlak over de politie praten. Want we kunnen over zwaailichten praten, we kunnen over remlichten praten, we kunnen over controle praten. Laten we uw topic afronden. Nee, graag. Oké, is goed dan. Anders krijgen we een rek. Maar andere keer mag u wel inbellen over die andere zaken. Oké, dank u wel. We moeten bij een topic blijven, anders gaan we dit krijgen in die uitzending. En dan weten we niet meer waar we zijn begonnen. Weet je? De meneer kan ik begrijpen, hij heeft ons gebeld. En het is op YouTube te zien. Dat hij geen reactie kreeg aan de hand van inbraken bij hem. En toen had ik hem geadviseerd wat hij kon doen. Hij heeft dat ook gedaan. En uiteindelijk heeft hij wel een reactie gehad. Dat is the name of the game. We moeten soms ook positief blijven van, kijk, ik kreeg niet, het geeft me hoofdpijn, het geeft me buikpijn, ik raak geïrriteerd, ik kan het helemaal begrijpen als mensen geen reactie krijgen. Ik zou ook diezelfde uitbarsting hebben als die meneer, diezelfde uitbarsting. Ik zou niet verschillen. Uiteindelijk heeft hij stap 3 gedaan en heeft de reactie gehad. Dat is het, hij wilde een reactie. Maar nu kan hij gewoon gaan kijken, is hij tevreden met die reactie, dat is weer dan een stap verder. Dus de politie heeft wel gereageerd. Maar ik kan begrijpen, als mensen geen reacties krijgen binnen een bepaalde timeframe, het werkt veel tot irritatie. Maar dan kunnen we blijven schoppen en trappen op de politie. Ik kan het ook begrijpen soms. Maar we gaan geld moeten pompen in dat systeem. Meer mensen blijven trainen, meer rollend materiaal. Alle technische know-how uit dit alles kost tijd. Dat systeem is kapot. Dat systeem is... Ga naar een politiebureau. Ik ben niet lang niet gegaan. Maar goed, de laatste keer dat ik ben geweest... Soms is het toch een zielige vertoning... in welke environment ze moeten werken. Hou dat ook vast. K-
kijk naar een bureau. Je kan ook een goede hebben. Toevallig eentje die nieuw is gebouwd. Prima. Prima. Maar je hebt ook van die bureaus en die stoelen. Ik zeg van, moet die man de hele dag hierin werken? Dus er moet ook geïnvesteerd worden in die working environment van dat systeem. Het gaat niet alleen gaan controleren, gaan achter een dief rennen. En je hebt me niet gebeld en je zwaailicht was te rood. Kijk ook naar die man zijn totaalpakket van zijn working environment. Het is meer dan alleen zeggen van ze hebben dit niet gedaan, ze hebben dat niet gedaan, ze konden het beter doen. Wat ik zeg, dat heel systeem, daar moet geld in alle facetten gezet worden. Dan ga je een beter korps krijgen dan nu. En het gaat in due time komen, maar geloof me, dat gaat morgen niet komen. Waarin ik wel geloof, is dat als die samenwerking komt tussen justitie, Nederland, Suriname. Want toen Santokki er was als minister van Justitie en Politie. Rewind, uw brain, rewind. Heeft justitie gedraaid, toch? Ministerie van Justitie draait. Breed. Maar er was ook een samenwerking met Nederland. Er was ook een samenwerking waar Nederland niet kwam. Maar Nederland kwam mensen trainen. Op het Openbaar Ministerie werden mensen getraind. Het korps werd getraind. Het politie is meer dan een pak en een pistool en een gummistok. Want criminelen, crime, die mensen worden met de dag slimmer. Vooral drugscrime, drugscriminaliteit, die hebben meer geld dan die hele justitie. Die hebben meer geld dan die hele justitie. Dus hoe slim moet je niet worden als politie? Hoe slim moet je die politieman niet maken? Wil jij geruststelling hebben in je leven? Tijd, geld, investering. It takes time. En hiermee groet ik u voor deze aflevering van Rashid Pierkans Kala Jorkel. Een fijne voortzetting van deze COVID-avond, dus avondklok. Dus de straten zullen uiteindelijk stil zijn. Daag het systeem niet uit. Daag het systeem niet uit. Demo horiu, demo charigwe, demo tapi, yokri en da yomiki bari. Dat Facebook, ze hebben me aangehouden en het moest niet gebeuren. Hou je aan de rules and regulations. Daar gaat niets slechts met je gebeuren. Daar gaat niets slechts met je gebeuren. Een fijne voortzetting van deze woensdagavond. En inshallah ben ik er weer zaterdag met een andere aflevering. Daar zit ik aan met Serena Asset, Rashid Pierkans Kala Jorkel. Ram ram, namaskar, goede havis, assalamu alaikum. Dit was Farid Pierkan voor Rashid Pierkans Kala Jorkel. Dag. De recruten van het Korps Politie Suriname zijn donderdag in actie gegaan uit onvrede over het uitblijven van hun beëdiging. De actie kreeg de steun van de Surinaamse Politiebond. Woordvoerder Revelino Eijk van de bond zegt in gesprek met Dagblad Suriname dat de groep recruten afgelopen maandag 14 december beëdigd zou worden op het terrein van de politieacademie waar ze hun opleiding volgen. Maar plotseling werd de beëdiging verschoven naar vandaag, donderdag. En woensdagavond kregen we bericht dat de beëdiging vandaag ook geen doorgang zou vinden. Hij benadrukt dat dit zoveelste uitstel niet als reden heeft dat mensen niet willen bevorderen. De bevordering staat nu gepland voor komende maandag. Maar de recruten verkeren in onzekerheid en zijn het wachten zat vandaar ze in actie zijn gegaan en de bond ze van de werkvloer heeft gehaald. Ze zijn nu stand-by in de academie. Een probleem dat zich al geruime tijd voordoet bij de Wegenautoriteit Suriname is de achterstallige betaling aan ongeveer 50 aannemers die voor de verkiezingen werkzaamheden hebben verricht. Minister Riyad Nur Mohammed van Openbare Werken stelt dat hij dinsdag het rapport van de interne controle heeft ontvangen en hij is bijna van zijn stoel gevallen van de geconstateerde zaken. Waarschijnlijk zal ik voor deze uitbetaling speciaal onderzoek van de klad moeten vragen via het ministerie van Financiën, omdat het mij ook niet normaal lijkt wat daar gebeurd is. Net als bij OW heb ik nooit een vacature gezien van 1500 ambtenaren. Dus ook bij deze vele aannemers plaats ik grote vraagtekens, want opdrachten geven aan 50 aannemers in deze orde kan eigenlijk niet. Dat zegt mijn logica, aldus de minister. Hij zal binnenkort de Raad van Toezicht ontvangen en vragen naar een onderzoek.
We hebben voor ons VHP-parlementariër Mahinder Jogi. Meneer Jogi, vandaag vindt in het parlement wederom de behandeling plaats van de wet met betrekking tot de instelling van een nationaal instituut met betrekking tot voedselveiligheid in Suriname, de NIFS-wet. U bent een van de initiatiefnemers. Zou je de gemeenschap een beetje meer kunnen vertellen van wat het verschil zal zijn wanneer deze wet wordt aangenomen? De wereld is aan het veranderen. De eisen in de wereld worden bijgesteld, steeds bijgesteld. Wanneer het gaat om voedselveiligheid, wanneer het gaat om productie van voedsel, wanneer het gaat om transport van voedsel, wanneer het gaat om bewaren van voedsel. Men maakt zich druk in de wereld over de gezondheidssituatie. En voedsel is iets dat wij tot ons nemen. Het is een voorwaarde om in leven te blijven. We moeten goed en gezond voedsel tot ons nemen. En de bedoeling is inderdaad om met deze wet te gaan naar een stukje regulering in Suriname ook. Er zijn na 1911, in 1911 is er een voedselveiligheidswet in het leven geroepen. En we hebben in die periode gezien, bijna 100 jaar, 110 jaar, dat in die periode instituten in het leven zijn geroepen als BOG, als artsen toen, toch? En dat die mensen een bepaalde rol hebben vervuld. Maar naarmate de tijd verstrijkt en de wereld andere verlangens heeft, moeten zaken aangepast worden. Dus nu ook met deze wet, je gaat veiliger moeten produceren. Je zal moeten letten op water dat je gebruikt om je fruit te wassen en daarna naar de supermarkt te brengen. Je zal moeten letten op residugehalte dat je gebruikt. Je zal moeten letten op allerlei toestanden in de verpakking bijvoorbeeld. Er is nu controle volgens deze wet, er is toezicht. Er is een strafdwang in deze wet. Er komt een speciaal instituut dat belast zal worden met de voedselveiligheid in Suriname. Het heeft ook betrekking op onze mogelijkheden om te kunnen exporteren. U kent de verhalen waar producten worden geweerd van de Nederlandse markt, Surinaamse landbouwproducten, omdat ze niet voldoen aan een aantal standaarden. Aan die standaarden zal men ook moeten voldoen als men wil hebben dat men kan deelnemen aan het exportproces van groenten en fruit. Dus dat zijn een beetje uitdagingen die in deze wet geregeld worden. Hoe we dingen gaan doen. Er komt een voedselveiligheidsinstituut dat beheerd wordt door een directeur. Er komt een raad van toezicht waarin ook zitting zullen hebben 3 vertegenwoordigers van de agrarische sector. Wat we ook hebben gevraagd is namelijk dat er een startfonds komt. Dat is artikel 26. Omdat je aanpassingen moet plegen. En ik gaf het voorbeeld in mijn betoog. Wanneer die mevrouw die chips bakt in Komowijnen, in een keuken bezig is die situatie A heeft nu, en dat daar een wijziging moet komen, moet je upgraden. En bij die upgrading heb je geld nodig. En dat geld moet je ergens hebben om het te doen. En daarvoor moet die startfonds aan zijn, zodat inderdaad met dat startfonds mensen hun werkzaamheden een beetje beter kunnen doen en kunnen voldoen aan de wet SNIF. Meneer Jogi, we hebben gezien in de afgelopen jaren dat er verschillende instituten, commissies en fondsen worden opgericht. Maar in de praktijk blijken deze dingen niet echt zo goed te werken. Wat zal het verschil zijn deze keer wanneer deze wet wordt aangenomen en dit instituut wordt opgericht? Het is de bedoeling dat alles wat te maken heeft met na de oogst en na de vangst van levensmiddelen, vis, rund, fruit, groente, dat alles onder één instituut wordt gebracht, van dit is het, hier is het, en dat juist daarom de efficiëntie beter kan zijn bij de uitvoering van de controle en de toezicht. Nu hebben we Viskeuringsinstituut, nu hebben we BOG, zoals ik eerder aan zei, nu hebben we meerdere instanties die de keuring doen en die keuring begeleiden. Het is de bedoeling juist om die inefficiëntie te voorkomen en zaken goed te doen, zodat één instituut alles onder haar beheer kreeg en zaken die wij beogen met de wet. En zoals ik al zei, de wereld verandert, de inzichten veranderen, de verlangens veranderen, dat daaraan voldaan kan worden. Dat inderdaad men kan gaan tot productie, tot verpakking, tot het storen in de supermarkt, tot het kopen en verkopen van goed en gezond en veilig voedsel voor ieder. Dat is de bedoeling. Dit betekent ook dus dat je na verloop van tijd
een enorme omwenteling zijn krijgen in het hele agrarisch gebeuren in het land. En dat daar mensen getraind moeten worden, voorlichting gegeven moeten worden. En daarom dus ook dat fonds, toch? Dat mensen inderdaad in staat zijn om hun bedrijven op te graden om te kunnen deelnemen. Meneer Jogi, de wet is zojuist aangenomen met 37 stemmen voor. De minister van LVV heeft tijdens de behandeling ook nog aangegeven dat er een enorme achterstand is voor wat betreft de landbouw in de afgelopen 40 jaren. Hoe kijkt u naar deze uitspraak van de minister van LVV? Nou, de minister is in de afgelopen 40 jaren ook deel geweest op het departement van LVV, als onderdirecteur zeker. En het is goed dat hij deze constatering doet. Maar ik zal hem ook herinneren na een jaar van welke vorderingen hij gemaakt heeft op het departement van LVV. De agrarische sector heeft in de afgelopen periode na 1973 een stiefmoederlijke behandeling gehad. De sector heeft men degelijk verwaarloosd. Men heeft inderdaad een politieke verdeling gemaakt en posities daarin gevuld. Zonder te letten op wat werkelijk de taak is van het departement van LVV en wat de samenleving verwacht van het ministerie van LVV. Nu zien wij meer dan gisteren dat voedsel een belangrijke product is in de wereld en dat je alle aandacht zal moeten geven aan de sector. Je zal accommoderend moeten optreden als ministerie van LVV. Je zal aan je verplichtingen moeten voldoen, zeker wat betreft civiel technisch onderhoud van productiegebieden en inproductiegebieden. Dus de taken zijn enorm, er moet veel gedaan worden. En wij kunnen de sector niet zo laten zoals de sector nu is. De sector moet aangepakt worden. We zitten met een coronavirus, we zitten met een staatsschuld van 54 miljard SRD. De uitdagingen zijn immens, maar besturen betekent ook dat je tussen al deze uitdagingen resultaten kan neerzetten. Want dat is die hoop die de samenleving heeft voor deze regering. Dat resultaten neergezet zullen worden. En dat inderdaad de situatie waarin wij zijn beland in het algemeen, maar zeker die agrarische sector, dat van dat punt uit de zaak gelift wordt naar boven. Zodat we na 5 jaar of na 10 jaar kunnen zeggen van luister, de agrarische sector heeft aandacht gehad van de regering Santokhi. En de sector belooft iets te worden in de samenleving. De sector belooft iets te worden dat werkgelegenheid creëert, dat banen schept, dat productie heeft verhoogd, dat ondernemerschap heeft gestimuleerd. De sector moet ondersteund worden. De sector moet worden datgene wat wij wensen en verlangen. De sector, het ministerie van LVV en de agrarische sector moet de belangrijkste sector worden in Suriname. Naast goud, bauxiet en olie. Dat hebben we misschien vandaag, morgen, overmorgen nog. En dat weet iedereen, dat ook Bawandi. Maar wat niet opgaat is die voedsel die je nodig hebt. Dat niet zal moeten opgaan, maar wat ook niet opgaat is namelijk Angri Inabere. Je zal eten nodig moeten hebben. En wij moeten ons focussen daarop. Dat zal het nieuwe goud worden van Suriname. Voedsel. Minister Pralat Seudin van LVV zegt in een interview met Radio Standvaste dat op het gebied van export het voorheen zo was dat er een redelijke vraag was naar Surinaamse rijst in het buitenland. Maar gaandeweg hebben andere landen de markt overgenomen omdat Suriname de zaken heeft laten liggen. Vooral de invloed van de politiek, waarbij er verkeerde keuzes gemaakt zijn en waarbij ook zwaar gepolitiseerde instituten ervoor hebben gezorgd dat ook onze deskundigen wegtrekken. De minister noemt ook de groente-export als voorbeeld waarbij er veel te hoge transportkosten moeten worden betaald. $4 per kilo voor luchttransport plaatst Suriname in een ongunstige concurrentiepositie ten opzichte van landen die een lager transporttarief hebben. Landen als Kenia, Thailand en Santo Domingo zitten op $1 per kilo naar Nederland. De SLM en de KLM zouden zeer zeker lagere tarieven moeten hanteren. We hebben voor ons assembleelid van de VHP-fractie, de heer Sean Benda. Meneer Benda, de prijzen in de winkels blijken de laatste periode een stijgende trend te vertonen. En de gemeenschap is vooral niet tevreden met de manier waarop het ministerie van EZ de zaken aanpakt. Recent hebben we ook nog gezien dat minister Walden ook persoonlijk naar een winkel is geweest en daar ook nog de winkelier op bepaalde verantwoordelijkheden heeft gewezen.
Maar de gemeenschap vindt dat zij daarmee niet echt is geholpen. En vindt dat het ministerie moet optreden tegen winkeliers die zich schuldig maken aan prijsopdrijving. Kijk je naar de manier hoe het ministerie van EZ optreedt tegen bepaalde winkeliers? Nou, ik ben ook niet helemaal tevreden, laat maar duidelijk zeggen. Wat ik jammer vind is eigenlijk dat mensen ook misbruik maken van deze situaties. Onder andere ondernemers ook. Als je de prijzen vergelijkt van alle supermarkten bij elkaar. Want veel mensen shoppen nu naar de beste prijzen, gaat men kijken. En je ziet dat er soms ontzettend grote verschillen zijn in de prijzen. De meeste van die winkeliers kopen hun producten bij importeurs. En ik denk dat de importeurs hun prijzen op hetzelfde niveau zullen zijn. Natuurlijk wat betreft de levering naar supermarkten toe. Ik denk dat het aanbevelingswaard zou zijn naar de minister toe. Om met de importeurs aan tafel te zitten en te zeggen, mag ik een lijst van uw producten hebben? En hoeveel verkoopt u het? Groot in het groot. En dan vergelijken aan de hand van die lijsten. Vergelijkingen plegen in de supermarkets. En dan overgaan tot sancties als mensen zich buitensporig winsten maken. Laat me duidelijk zeggen. Maar natuurlijk heb je weer een ander fenomeen. Van supermarkt tot supermarkt verschilt. De ene heeft zwaar geïnvesteerd in zijn gebouw. Met airco en alle luxe erbij. De andere is gewoon nog een klein bedrijfje gebleven. Met geen personeel of zonder personeel. Dus dat is wel, dat moet je ook meerekenen in de prijsvorming. Hetzelfde als je wil, kan je een rumkolen ergens drinken. Ben je thuis, zal een andere prijs hebben dan wanneer uit op een terras ergens gaat gebruiken. Dus ik denk, we zitten op dit moment in een situatie waarbij er geen deviezen zijn. Er is ook geklaagd naar mij toe door importeurs dat ze de koers van 14 zoveel niet kunnen krijgen. De banken hebben geen geld, dus men is aangewezen op die parallelmarkt. En dat is bij kas 18 zoveel voor een dollar. En indien men dus het gekocht heeft bij de cambio's, legale cambio's, dan moet het overgemaakt worden naar de banken. En vanuit de banken krijg je de overmaking naar het buitenland. Zie daar dat je dus prijsverschillen krijgt al bij de import. Want ik heb begrepen ook, ik weet niet of het nog zo is, maar dat bij het ministerie in plaats van 18 bijvoorbeeld, men prijsberekeningen maakt op 16. Dus je krijgt alweer een discrepantie daar van hoe hou je die prijs in de hand. Wat is je uitgangspunt? Maar ik ben het eens met u als u zegt dat het ontevredenheid veroorzaakt. Ook bij mij. Ik ben ook consument. En ik zie ook, en dan praat ik niet alleen over levensmiddelen hoor. Maar ik zie ook in andere behoeftige spullen zoals auto-onderdelen. Dat er ontzettend veel misbruik gemaakt wordt. Je schrikt als je het ene deel en dan zeggen ze ja dit is Japan. Ach, dat telt op dit moment niet. Maar het belangrijkste is dat je eigenlijk gaat naar een consistente prijsvorming. En er zijn tools, er zijn mogelijkheden ervoor. Maar je moet vaker overleg plegen met het bedrijfsleven. Je moet met de importeurs vooral aan tafel gaan zitten, want die zijn de mensen die de meeste goederen binnenbrengen. En je moet gegeven regels gaan stellen. Maar dat is beleid maken. En je kan niet zo zijn dat een minister persoonlijk naar een supermarkt gaat om met een supermarkthouder te praten over prijzen en zo. Het werkt niet. Omdat het gaat niet over individueel even een show gaan maken. Ergens om in de picture te komen van luister, ik ben bezig. Nee, we willen effectief handelen zien. We willen zien dat er effectief gehandeld wordt. En dat moet gebeuren via een bepaalde formule. Die je eigenlijk ontwikkelt. Om te zeggen van luister, ik ga een strategie ontwikkelen. Om de prijzen eigenlijk in toom te houden. Zo simpel is dat. En natuurlijk heb je ook weer de douane waar die producten geïmporteerd worden. Hij kan kijken natuurlijk, maar luister, hoeveel zijn die producten geïmporteerd? Wat is aangegeven daar? En hoeveel wordt het weer door die groothandelaar doorverkocht? Maar dat zijn de meetpunten waar je kan zeggen van luister nog, ik greep in. Want dit kan niet. Er worden absurde winsten gemaakt. Aan de andere kant, u begrijpt, er is geen vertrouwen in die SRD. Dus de banken zijn erg bedrijfsonvriendelijk geworden. Ook klantonvriendelijk, laat maar duidelijk zeggen. Naar de klanten toe. Het is heel moeilijk om aan je eigen geld te komen. Waardoor de supermarkt en de mensen dus die bedrijven hebben, het zeker voor het onzekere nemen. Ze passen hun prijzen aan naar de toekomst. Want men weet, van vandaag koop ik die dollar voor 18, morgen kan het 19 of 20 zijn vanwege de schaarste die er is. En natuurlijk de banken die geen dollars meer leveren.
Dus we zijn beland in een informele sfeer, waarbij zaken uit de hand zijn gelopen natuurlijk, omdat er geen deviezen zijn. Zo simpel is het. En natuurlijk kan je beleid maken, maar het zal nooit sluitend beleid kunnen zijn, omdat we afhankelijk zijn van die importeconomie. Meneer Binda, de regering is geruime tijd gekomen ook nog met een basisgoederenlijst. Aan de andere kant is zij ook nog bezig in het kader van COVID-19 voedselpakketten te verstrekken aan de gemeenschap. Maar een deel van de burgerij vindt van dat zij met bijvoorbeeld een basisgoederenlijst, waarop bepaalde lagere prijzen zijn aangegeven, ze geen vrijheid meer heeft om een product van een bepaald merk die zij altijd gewend was te kopen, aan te schaffen nu. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, kijk, laat me duidelijk zeggen, we weten dat wat voor situatie Suriname is beland. En dat komt niet door deze regering. Laat me dat duidelijk stellen. Maar ik denk dat de burgerij zich ook moet aanpassen. Ik bedoel, je gaat bepaalde dingen moeten schrappen van je lijst. We zijn allemaal aan het bezuinigen. En natuurlijk, je gaat het met minder kwaliteit soms moeten doen. En als er ergens een betere prijs is, dan koop je weer anders. Maar het inkoopbeleid per persoon en per huishouden is erg belangrijk. Je moet kijken, wat heb ik erg nodig en wat hebben we niet nodig. Algemeen gezien, ik ga u echt zeggen, Surinaams volk is verwend. We willen luxe der luxe en de geweldigste goederen. Dus daarom is het een groot importeconomieland. En ik denk dat we toch terug moeten vallen om te kijken van, luister, wat is onze echte basisbehoefte? Wat hebben we nodig in huis? Wat is, ik bedoel, alles wordt geïmporteerd tegenwoordig. Als je nagaat, zelfs satéstokken, tandenstokers. En zo kan je doorgaan. Zaken die hier eigenlijk, hoe zal ik zeggen, geproduceerd kunnen worden. Maar die inventiviteit is er weg. Er is geen beleid gemaakt in de afgelopen jaren wat betreft het opvangen van mensen die met productieideeën rondlopen, financieringsmogelijkheden zoeken. Want er zijn veel inventieve Surinamers, jongeren ook, die met wat willen beginnen. Maar ze hebben begeleiding nodig. Ze hebben begeleiding nodig om het project op te starten. Ze hebben ook financiën nodig. Dus als die dingen ontbreken, dan zullen we deze malaise door blijven fietsen. Activist en pro-topper Curtis Hofheks geeft in gesprek met Dagblad Suriname aan dat koopkracht niet versterkt kan worden door het uitkeren van een bonus aan ambtenaren alleen. Zo reageert Hofheks op 5 maanden regering Santokki Brunswijk. Qua beleid zou ik zeggen dat een aantal aspecten gewoon doorgaan, zoals nepotisme en vriendjespolitiek. Ik kan niet zeggen dat er echt bespaard wordt. Als je zegt, er is geen geld voor de rentes, dan vraag ik me af waar de gelden vandaan komen voor de bonus voor ambtenaren en de loonronde in januari. Niet dat de mensen dat geld nodig hebben om te overleven, maar ik denk dat het op een andere manier aangepakt kan worden. De koopkracht kan je niet versterken door alleen ambtenaren een bonus te geven, omdat lang niet een ieder werkt voor de overheid, zegt Hofheks.